Chulo Vision, Couchpot, Checkout. Hallo allemaal. Dit is mijn eerste vlog. Ik denk, ik ga eens eentje maken, want ik vind het heel leuk om filmpjes in elkaar te knutselen. En ik vind het leuk om reizen te maken en flink veel te kijken. En ik vind het misschien wel leuk om te delen. Ik zelf ook een beetje aan het zoeken van wat zijn nou kijkt, stemmingen als je nog niet zo goed bent. Dat je zit te leren. Ik ben een jaartje geleden begonnen. En inmiddels al veel plaatsen geweest. Maar nog niet op zo'n goede plaats als deze. Ik ben op vier plaatsen. De Loosdag Nonne en Lagune. En ja, ik moet eerlijk zijn, het is wel beter dan Workum, jongens. Lekker warm water. Je ziet de lagune achter mij. Geeft het zweertje al een beetje in het weer. Super lekker eten. Italiaans wijntje. Echt een aanrader. Ik neem jullie even mee door Loosdag Nonne in deze vlog. Zoals je ziet is de Loosdag Nonne lagune erg groot. En had ik lekker de ruimte. De lagune is afgeschermd van de Middellandse Zee door een groot eiland. En het water is dan ook lekker warm en vlak. Ik heb me laten vertellen dat er op drukke dagen zo'n 200 tot 300 kijkers zijn, maar ruimte zat. Je kunt wel raggen varen van bijna 1 kilometer. Je kunt overal staan. Het is hier dan ook fantastisch om te leren kijken of je eerste tricks te oefenen. Ik vond het wel fijn om dunne schoentjes aan te hebben, omdat het op sommige plaatsen wel erg modderig is. Eén nadeeltje, er zijn niet veel vrije plaatsen om je kite op te laten of te laten landen. De beste plaatsen horen bij scholen. In juni was het heerlijk weer. Ik heb 1 dag gevaren in Lycra en verder in een dunne shorty. Maar zelfs in de winter in een wetsuit heb je het niet koud. In Loosdag Nonne vaar je 300 dagen per jaar. In juni heb ik vaak gevaren met een 11, 12, 14 en heel soms een 17. Er zijn diverse kitescholen die ook kitegear verhuren. Ik heb kites gehuurd bij Follow the Wind. Een leuk Hongaars stel die een wide range aan kites heeft van 7 tot 17 vierkante meter en ook diverse bordjes. Op de spot heb je een paar plekjes waar je kan eten. Maar in de directe omgeving heb je restaurantjes met een uitzicht op de lagune. Het eten is fantastisch. Niet alleen heerlijke verse pasta's en pizza's, maar ook veel verse vis en schelpdieren. Het eten wordt geserveerd met heerlijke lokale wijnen. De Marsala is een bekende lokale dessertwijn. Sicilië is lekker dichtbij. Binnen 2,5 uur ben je er. Transavia vliegt van Rotterdam op Palermo. Vanaf Palermo moet je nog een klein uurtje rijden naar Loosdag Nonne. Lig je op Trapani, dan sta je binnen 15 minuten op de spot. Hey, vandaag helaas geen wind. Jammer, maar genoeg mooie stekjes om lekker te zwemmen. Lekker te zicht op water. En kun je gelijk zien dat je de familie mee kunt nemen. Want die kan gewoon lekker hier zonnen en zwemmen. Als je aan het kijken bent. En toch een paar kijkjes in de lucht verderop. Dus ik ga toch weer naar de spot. Ik raad je aan om een auto te huren. Alles ligt toch vrij ver van elkaar, zeker als je leuke restaurantjes wilt bezoeken. Het is ook leuk om het eiland te verkennen en over al die kleine weggetjes rond te rijden. In de footnotes bij deze video vind je een aantal leuke sightseeing tips. Er is echt genoeg te doen als het niet waait. Mazara del Vallo is een leuk plaatsje om te bezoeken. Echt leuke oude straatjes en restaurantjes. Vergeet niet lokale wijn te kopen bij Cantina Birgi, de lokale wijnmakerij. Als je een plastic fles meeneemt, dan haal je hier al een liter wijn voor €1,50. Een kitevakantie naar Loosdag Nonne hoeft niet veel te kosten. Retourtickets vind je al vanaf €125. Voor €7 of €8 koop je in sommige restaurants al een pizza of een pasta. Maar voor €15 tot €20 heb je echt een complete maaltijd met wijn. Zelf koken is natuurlijk nog veel goedkoper. Een mooi 4-persoons appartementje huur je tussen de €60 en €130, afhankelijk van het seizoen. Kitegear huur je voor €60 per dag
en dan mag je onbeperkt wisselen van kites en boards. Als je nog een lesje wil, betaal je €60 voor een top privéles. Inclusief gear. En nu naar de conclusie. Chulo Vision geeft Loosdrecht-Nona een 9. Ik zeg zeker gaan. Superspot. Geniet van La Dolce Vita. Ik reis verder naar andere mooie kitelocaties. Kijk je ook naar mijn aflevering over Kombuku, Workum, Tarifa, Elguna en nog vele andere die komen gaan.